heel stug, warm. Buiten was het koud. Die trommel bevroren. Het systeem moet uitzetten. Daar baal ik wel van, want dat geeft ons straks weer extra werk in het opstart. Terwijl we net zeg maar zo mooi in de opstartfase waren. Dat het allemaal mooi draaide. Maar ja, beter stopzetten dan dat het wat kapot draait. Ik had natuurlijk kunnen kiezen om de trommel te kunnen laten draaien over de overloop, zeg maar. De trommel besturingskast uitzetten, et cetera. Maar goed, met de kans dat de screenboek misschien verder bevriest of aan was. Dus daar heb ik niet voor gekozen. Er zit circulatie in. Waterversing hebben we uitgevoerd. Dus dat loopt eigenlijk allemaal wel gewoon goed door. Houden we gewoon in de gaten. We gaan er van de week een keer extra langs. En dan zodra de vast leggen, zetten we natuurlijk direct weer aan. En dan gaan we weer verder enten. Onze opnieuwvijver buiten zelf. Water testen. En test hier binnen eigenlijk alle dagen met water. Belangrijk pH, KH, ammoniak. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. KH-waarde extreem van belang is in de vijver. Biogene ontkalking. Dan zul je denken, wat is biogene ontkalking? Bacteriestam aanwas heeft ook te maken met de KH-waarde. Dus KH wordt ook verbruikt zeg maar, door je goede bacteriën om zich te vermenigvuldigen. Die gebruikt als bouwstoffen, bouwstenen. Op het moment dat je KH laag wordt, heb je dus kans op een pH-val. pH-val, ammoniakstijging. Van de week al een aantal mensen gezien met een hele lage pH, een hele hoge pH, ammoniakvergiftiging, ammoniakpiek. Dus ja, ik kan niet vaak genoeg zeggen, test je water, kijk er dus grondig naar. Ja, ik wil ook deze stapjes met jullie doornemen, dus ik ga nu het water testen. En dan gaan we eens even kijken hoe het ervoor staat. Dit is dus van onze opgroeivijver buiten. Die heb ik vanmorgen meegenomen. Op de terugweg, dus die staat nu zeg maar een goed uur binnen dat die een beetje geacclimatiseerd is. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je dat water test zeg maar op het moment dat het wat warmer is. Voor een accurate meting. Dus dat gaan we dus nou eens even uitvoeren. Ik heb de buisjes al klaarstaan. Ik ga eerst even de KH testen, 5 milliliter. Dan is het druppels geweest. Hij moet dus verkleuren. Dus hij moet van blauw naar geel gaan. Het aantal druppels is de KH-waarde. KH 5. Is laag. Te laag, die moet omhoog. Dus pakken we de volgende. We gaan dus nu de pH testen. De kleur is natuurlijk op de camera, het is super blauw, maar het is meer groen blauw. Dus nou, nitriet, nitraat, ammoniak, die testen we dus nou nog. Nou, ik ben inmiddels met de GH bezig, die gaat dus ook verkleuren. Dat is de laatste die ik moet doen, die gaat van rood naar groen, dus ook weer tellen. Klaar, 7. We testen nog steeds water buiten. Ik ga even de andere testresultaten laten zien. Hier hebben we dus
NO3. Ja, zit ertussen. Maar kan ik mee leven. Niks aan het handje. Deze is ook belangrijk. 0. Super goed. Ook geel. Dus ook niks. Dus dan hebben we alleen deze twee die laag zijn. Nou, GH en KH laag. Gevallig. Dus dat willen we voorkomen. Dus die gaan we wat omhoog brengen. En dan waarschijnlijk toch de waterverversing iets aanpassen. Dus de hele dag door water. Van hier binnen bij de klant, onderhoudscontracten en dergelijke. Dus. Gisteren een gesprek met iemand die zegt, ja, het is allemaal moeilijk. Dan wordt het allemaal wel heel professioneel misschien. Of heel, maar meten is weten. Op het moment dat je overzicht hebt in de waterwaardes, dan weet je ook van wat je doet, wat je stuurt, hoeveel zuurstof te geven, of het genoeg is, of dat je meer zuurstof moet geven, of het zin heeft dat je zuurstof toevoegt, of dat je misschien de pomp harder moet zetten of zachter moet zetten, meer water moet versen, minder water moet versen. De voelfrequentie is natuurlijk afhankelijk van, de temperatuur is afhankelijk van, maar de stikstofkringloop waar het om gaat, dat ammoniak omgezet wordt, die begint bij de basis en de basis zijn toch de waterwaarden. Op het moment dat de waterwaarden uit balans zijn, kunnen we heel veel dingen doen. Maar dan weten we eigenlijk niet wat we aan het doen zijn. Dus ik kan niet vaak genoeg advies geven. Maak zoiets, hou het bij. Op het moment dat je het voor jezelf bijhoudt, heb je naslagwerken. Kun je terugkijken van waar is het dan veranderd, waar is het misgegaan of gaat het niet mis. Ja, ik kan heel veel uitleg, ik wil heel veel uitleg geven ook over de KH en waarom wij daar zo in zitten. De KH is het bufferend vermogen. Het bufferend vermogen zodat je pH niet crasht, dat je geen ammoniak piek krijgt. KH wordt verbruikt op natuurlijke wijze, dus door, zowel door de bacterie, maar ook als door regenwater, vorst, afval. Het is een stof die continu onder druk staat in de vijver. Dan zegt ze wel, als ik veel water vers, op een gegeven moment heb je een ondergrens bereikt en dan zul je hem gewoon bij moeten voegen. Ik voeg hier binnen zelfs KH plus bij, omdat ik vrij veel voer, op het moment dat ik veel voer, dan heb ik daar dus ook nog weer een ander gegeven in. Dat zou ik zo bijpakken, dat zou ik je zo uitleggen. Dan kom je dus weer terug in de biogene ontkalking. Maar ja, tot zover deze watertest. Ik voer er nog even eentje uit van de vijf waar we vanmorgen zijn geweest. Gaat ook weer in het logboek. Dus ik zal je zo nog even wat verder dus inderdaad gaan vertellen over de biogene ontkalking. Dus biogene ontkalking, KH, pH en voer. Die dingen die gaan naadloos samen. Wij hebben een rekensommetje gemaakt hier binnen. 1 kilo voer. Wat je kunt zien, 1 kilo voer is op 5 kuub met een KH van zo'n gemiddeld 7 en een pH van 7,6,8. Daar heb ik een week voor nodig. Als ik continu veel voer voor de vis te laten groeien, dan zit ik op week 2 met 1 kilogram voer op 5 kuub, bijna met een KH die onder de 3 zit. Dus dan rekenen we 0, zeg maar. Dan moet ik KH plus toevoegen omdat mijn pH te veel zakt. Dat komt omdat wij geen alg hebben, dus voor de biogene ontkalking. Normaal doet alg ook biogene ontkalking. De bacterie, als je dus veel voer hebt, dus veel nieuwe bacteriën aanwas. Veel bacteriën aanwas, ja, die heeft wat nodig om meer te kunnen oxideren, bouwstenen en dergelijke, dus die gaat de KH verbruiken. Nou, bij veel voeren dus, doen we dus eigenlijk niks anders dan dagelijks pH testen, ammoniak testen, KH testen, bijhouden, waar nodig direct KH toevoegen. Dus ik gebruik ook best veel KH plus, zeg maar, in het systeem hier bij ons binnen voor vissen die we laten groeien. Dus ja, er komt net meer bij kijken, dat is alleen voeren en temperatuur. KH is echt extreem van belang, wil je dus gewoon die stikstofkringloop goed houden. Want alles draait bij ammoniak omzetten in nitriet, nitraat, zodat het uiteindelijk, zeg maar, voor de vis niet schadelijk is en dat je dus de groei bevordert. Afwijkende waterwaardes zoals pH of ammoniak of dergelijke, zorg voor stress.
stress zorgt weer voor verslechte groei, dus groeiremmend, ziekmakend, etc. Dus ik zet vaak Facebook, test je water, gratis water testen, etc. Dat is niet een verkooppraatje, maar dat is echt voor deze materie om daar grip op te krijgen, of thuis om daar grip op te krijgen. Dus op het moment dat je zegt van het loopt wel, maar het is nog net niet het laatste stukje, of ik mis wat groei, of die pH, KH en ammoniak die zijn extreem van belang. Vorige week hebben we een klant die heeft ammoniakvergiftiging in de vijver. Ze is dobberde erg. Dan moet je daarmee aan het sturen. Hadden ze niet kunnen voorkomen in gedeelte omdat het dus zeg maar een ammoniakpiek werd na een opstartfase. Dan wordt de zeoliet toegevoegd om ammoniak te binden. Daarna wordt er dus met zowel bacterie als met hetzij een KH dergelijke gezorgd dat er stabiliteit in het water komt. Ja, pH testen, extreem van belang. Daarnaast is het wel zo, kijk, in Japan is een KH anders dan hier. Daar werken ze in de midpoons met KH van 0. Hè, maar heel veel oesterschelpen om het bufferend vermogen erin te houden in je water. Nou, dat bufferend vermogen hebben wij gedeeltelijk in onze prikkeltoren zitten. Die staat nou nog aan, ik heb de rest even uitgezet. Werkt met veel oesterschelpen in, maar ook veel biologisch materiaal. Dat is erg belangrijk natuurlijk. Maar ook weer om het bufferend vermogen van de pH-val en ammoniakcrash te voorkomen. Dus, kortom. Zo'n blok die loopt een beetje door elkaar heen, van buiten met ijs naar water testen naar dit verhaal, maar het heeft wel allemaal met elkaar te maken. Want op het moment dat we door de ijsvorming buiten nu het filtersysteem uitzetten, hebben we volgende week weer invloed op deze waterwaardes en moeten we dat dus weer gaan bijsturen. Dus alles staat dus weer continu met elkaar in verbinding. Allemaal schakeltjes, op het moment dat één zo'n schakeltje niet helemaal goed zit of net niet de juiste waarde heeft, trekt het rest uit balans. Dus ik hoop dat jullie weer wat aan hebt gehad. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, kom met vijverwater, test het. Laat ons de KH testen, laat ons kijken naar de waterkwaliteit. En alles voor gezonde en goede vissen en mooie vijvers. Dus ik zeg bedankt voor het kijken, vergeet vooral niet weer te liken en tot de volgende.